Dan heb je daar dan drie namen over staan. Ja, met de volgende gewoon weer een heel even. Zijn we er klaar voor? Ja! Oh. Jongens, hartelijk welkom. We gaan een mooi feestje bouwen vandaag. We hebben nog één keer met de wie van jullie denkt dat hij gaat winnen? Ja! Dames en heren, in Urk is het groot feest vanavond. De allerbeste van het land is Snackplaza Willem de Boer in de Urk. Waar is het? Terechte nummer 1, absoluut. Ja, die kun je in je zak steken. Alsjeblieft. En geniet ervan. Ja, hier staan ze, de winnaars. Geef ze nog één oorverdovend applaus. Snackplaza nummer 1 van Nederland. Snackcourier TV. Oh, hallo. Met wie hebben wij hier het genoegen? Snackbare Bikkertje uit Uchela. En een mooie notering in de Cafetaria Top 100? Zeker, 52. 52, oké. Okay. En is dat beter als vorig jaar of minder? Vorig jaar deden we niet mee. Oké, okay, dus nieuw binnen op 52. Ja. En wat is de eerste reactie daarop? Ja, super toch? Van 17 naar 14 gegaan, dus weer een goede stijging. Dus we gaan er door. Hè? Dus echt in de top van de ranglijst. Ja, ja, dus daar zijn we super blij mee. Dus, hoe kom je daar? Ja, gewoon met z'n allen hebben we de kaart voor gewerkt ook en ja, alles al gedaan eigenlijk. Dus ja, volgende week willen we voor de top 10 gaan natuurlijk, dus ja, daar gaan we wel voor. Dus. Sterk gestegen van 83 naar 23. Eerste reactie daarop? Super geweldig, echt super geweldig. We hadden echt helemaal niet verwacht, omdat we met twee zaken, de aandacht op twee zaken moesten vestigen. En dan met zo'n team, ja, ik moet echt zeggen, complimenten aan mijn team. Echt zonder dat team hadden we dat nooit gered. Nummer 61. Is dat meer of minder dan vorig jaar? Vorig jaar stonden wij niet in de top 100. Jaar daarvoor stonden we in de net niet top 100. Ja, nu op 61, dat is toch een hele prestatie, denk ik. Geef een duidelijk applaus, want hier is Gerard in de snackbar, zeg maar, of niet? Maar wel tussen de frikandel en de patatten. Oh, daar hou ik ook zo van, weet je dat? Een lekkere, vette hap. Ha! Maar ja, het gaat hier een beetje zitten. Je kunt het er tegenwoordig net zo goed opplakken. Het maakt toch niet uit? Valt nog wel mee, ik houd mijn buik gewoon een beetje in. Joh. Ja, want kijk, zo is het. En zo moet het.